I'm dying now. Oh my god. Oh. Jezus, ik was dus strak. I have to make money today, dus tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Het is ondertussen 11 uur 's avonds, ik heb weer niet kunnen filmen. Maar ik heb wel even nice dingen gedaan hier achter mij. Ik heb mijn tafel hier veranderd in iets groter. Het is wel lastig om tegen te lopen, maar je hebt een groter tafel. Snap je? Je hebt een groter tafel, dus ja, dat is handig altijd. Ik heb hier die leuke spiegel hier gezet. Zie jullie voor mij nog meer in mijn kop als ik voor achter de camera sta. En dan heb ik hier deze gangen hier. Dat wou ik al lang doen, dat bord daar. Eigenlijk wou ik het andersom doen. Maar dat ging niet met dat. Dan moest ik het naar beneden hangen, zoals ik bij dat gedaan. Maar ja, ik hang dit liever hier. Dan kan ik zo... Ja. Dan kan ik hier zo... Ja. Dan kan ik daarna zo in mijn bed zitten en nog even denken van... Ja. Hier moet niks aan veranderd worden. Ja. En hier, I have made my equipment station. My equipment station. Mijn oplaadstation voor mijn camera, mijn GoPro 2, dit is mijn GoPro 2, dat is een iPhone, maar binnenkort kan ik wel betere video's maken op die iPhone, ook als extra camera, dat werkt altijd ietsjes beter dan een camera dat 8 minuten maar kan opnemen, dat is niet die, maar een andere camera. En dat gebruik ik eigenlijk als derde camera, één GoPro 2, ja, als derde camera, maar nu gebruik ik deze als derde camera. Allee, hangt er vanaf als ik nu naar school ga of zo en ik heb mijn GoPro niet bij of ik heb mijn gsm gewoon bij, dan film ik met mijn gsm, maar ja. Als ik echt een video ga maken, ik heb 3 camera's nodig, of 2 dat geen kwaad kunnen, als die op de grond vallen, zoals deze, die kan minder kwaad dan die camera, ik kan er altijd nog een glasje over gaan zetten, wat ik ook van plan ben, en een beter hoesje. Nou, dit is ook wel een goeie hoesje. Als ik die drop, dan gaat die niet rap kapot. Maar ja, dat is beter dan die camera. Als ik deze camera nu laat vallen, is die kapot. Als ik die nu laat vallen, is het machinescherm alleen maar gebarsten. Dus ja, that's not so good vanaf hier. Let my camera falling down to the ground, hè. Sorry voor mijn Engels. Mijn haar ziet er weer heel goed uit vandaag. Ik heb niet gekampt vandaag. Ik heb hier ook geen kambo. Dat is toch erger. Ik heb hier ook geen kambo vliegen. Dus ik kan hier sowieso even met mijn andere hand overpakken. Mijn camera. Gewoon zwaar te worden. Kan ik niet overpakken. Check eigenlijk mijn t-shirt zo. Dat glimmend hier zo. Dat is echt mooi. Dat is als je een lichtje hebt. Als ik hier een lichtje heb en ik schijn mijn t-shirt, dan zie je het ook wel een klein beetje, I don't know. Zie, dan zie je dat ook wel, die glitter dingen. Maar zo zie ik het beter. Jullie misschien minder, maar ik zie het keigoed. Nee, ik zie het keigoed. Zeg, nou is paars, paars, groen en hier wat blauw, zo wat aflopend op elkaar. Precies, wel gesmost met van alles en nog wat. Dus dit hier moet iets in de was. Maar het is my favorite dus. En ik zit thuis dus. Nog tot morgen. ja, ik heb niet echt vandaag veel kunnen doen voor te filmen. Want ja, mijn bureau blijft hier rommelig. En nu zeker als ik dat moest veranderen voor... Wacht, dat is... Dat... Op mijn tafel lag hier. Maar deze grote paste niet daar. En ook niet daar. Dus ik had deze daar gelegd. Die kleine daar. En die dan daar. Waardoor ik hier ruimte heb. En hier zitten al mijn... Nu niet. Ik ga eens kijken voordat er iets in zit dat er niet moet in zitten. Nee, hier zitten al mijn spullen in. Portemonnee, sleutels. Allee, dat is een lang dat is. Maar ik heb nog nooit echt gefilmd. Ik weet niet waarom. Maar nu... Heb ik mijn sleutels beneden liggen. Maar mijn portemonnee ook. Ik weet niet. Dan moet je niet in een rugzak zitten. Als dat in een rugzak, als het tijdens school is, dan zitten mijn sleutels daarin.
Soms hangt er vanaf waar dat ik ben. En dan zit mijn portemonnee gewoon in mijn rugzak. Mijn portemonnee blijft altijd in mijn rugzak zitten. Dus ja. Alleen zit er wel dieven op school. Ik heb al een paar keer gehad dat wel wat geld ineens weg was. En ik geef niet zomaar ineens het, niet zonder dat ik het weet. Oh, geld uit. Oh, weer geld weg. Hoe? Doet toch niks? Oh, allee. Dus ja, het is maar één ding dat ik denk van, dat kan het zijn. Ofwel wordt mijn geld gestolen onderweg naar school, in de fiets. Maar dat zal heel raar zijn, want dan moet er iemand zo achter mijn fiets lopen, mijn portemonnee zo open doen. Dus ik denk wel dat het ergens in school is, snap jullie. Dus ja, en de meeste van mijn kijkers zijn van school. Oeps, ze biedt wel iemand. Morgen, van de, nee, volgende week niet, maar de week daarna als ik op school kom. Hier, die had ik gevonden. It's really nice. Je zult wel weten of wie dat ik het heb als zij meekijkt of zij. I don't know. Without this. Meer hijs, want zij's gaan het niet echt zijn. Nee, zoveel zij's hebben we niet op school. Nice. Au, godverdomme. Ja, ik stap op een Lego boxje. Oh nee, dat is de vuilbak. Nou, maar dat haal ik er wel uit, anders ligt in mijn Lego boxje in de vuilbak. Waarom zit dat ding altijd te bewegen? Check this. Dat is weer al verschoven. Ah, beweegt dat dan of wat? I don't know man, maar dat heb ik over het laatst hier gezet en nu stond het weer helemaal hier. En dat ding spuit ook goed, hè? Echt goed. Really nice. Ik ga dat moeten vastpakken, want anders verschuift het gewoon heel de tijd. Dat is waarschijnlijk door die trilling. Want kijk, als je je kast laat trillen, dan beweegt dat. Maar waarschijnlijk door die trilling schuift dat naar voren. Wel heel raar, want ja, meestal heb je dat toch niet, maar ja. Zit hebben ze, zit hebben ze. Wow. Koud ineens. Wow. Hey spider, you chilling in my room? Oh, dat is een dead spider. Letterlijk, dat is een dead spider. Je kan al lang hebben. Dus even... Ja, ik heb me altijd niet kunnen op. Kussen. Nice. Mijn webcam staat hier ook nog altijd, al gebruik ik die niet. Even mijn camera goed pakken. Ik was wat dichtbij. Hello. Ik ben naar boven aan het zien, dan moet dat raar zijn. Dan boven zit er een dingetje waar dat ik kan zien, een spiegelke waar dat ik kan zien wat ik aan het filmen ben hierop. Zelf gemaakt, nice. What was that sound? I don't know man. It's creeping me out. Freaking me out. It's a dead spider. Ugh, er hangen meer spiders in. En er is zo'n zwevend web. Spider-Man. Ah, ik word gebeten, ik ben Spider-Man. Ja, really nice. Dat stond dan maar in het echt. Nou, eigenlijk niet, want als Spider-Man dan toch voor het slechte pad kiest, dan zijn we allemaal... Nou, dus het is goed dat er dieven zijn en politie, en that's it. Not more. Ja, not more, zeg ik maar. We zijn er ook slechte, super slechte mensen. Waar dat je van denkt, gast... We moeten superhelden zijn, want we gaan de wereld niet overleven. Voilà, mijn kast is niet goed doen. En nu zien jullie niks, want het is donker. It's dark hier. Binnenkort heb ik een Engelse vlog. Dan praat ik alleen nog maar Engels in mijn vlog. I don't know waarom, maar ja. Yeah. That's why I speak English, I guess. Mijn Engels is niet zo goed, maar... Little bit good. Ik heb dorst. Ik krijg mijn drinken niet open met één hand. Water. Waarom kan ik met die arme camera niet lang vasthouden? Jezus, hoe lang ben ik al aan het filmen? Oh, wel al even, maar toch? Ik kan mijn camera niet langer vasthouden dan een minuut of zo. Hoeveel keer heb ik al geswitcht ondertussen? I don't know. Welke is mijn vlogarm eigenlijk? Deze meer, toch? I don't know. I don't know. I don't know. Wow. Wow. Tegen tand. Ik wou drinken. Ach.
I got it on camera. Oh my god. Nu gaat iedereen naar mime. Drink focus, want dan gaan uw tanden kapot. Sorry Don en Roy, dat bedoel ik niet. thirsty. Als ik het juist zeg. Als ik het juist zeg, mijn Nederlands gaat gewoon slechter en mijn Engels wordt beter. What's going on, man? What's going on? Moet ik echt dringend dubbelzijdige tape voor dat ding pakken, want ik denk dat dat veel naar voren geschuiven. Of vind ik het wel raar, want normaal maakt dat toch niet? Letterlijk, ik zit er altijd bijna helemaal tot van... Oh my, hier hangt veel stof op. Tot van achter. En toch is dat altijd... Oké, het is nog niet gevallen, maar het kan wel gebeuren, want het is altijd zo keertje wanneer ik het zie. Oh, naar achter doe. Ach ja, ik zou eens een beetje terug, want ik kan even tv kijken. Ik weet niet hoe laat het ondertussen al is. Ik ben 20 minuten waarschijnlijk al aan het filmen. Dus hoe laat is het dan? Of 10 minuten, hoe laat is het dan? 19 na 11. Dat kan kloppen, want ik ben op 10 na. Ach ja, ik ga nog wat drinken en dan zie ik jullie strak terug. Doei. Oh yo, I'm dying now. Oh my god. Oh, Jezus, ik was dus strak om laat aan het opnemen. Iets kwart, laat me zeggen kwart na 11. En het is nu 2 uur. Ik ben ziek. Wat de? Ik heb last van mijn neus. Check. Wat? Hoe uit het niets kan ik ziek zijn? Wat de? Ik ben zelfs niet meer buiten geweest. Jawel. Voor naar de winkel. Maar dat was... vanmorgen. Dus dat kan niet dat dat toch nu is. En... what the fuck? Dit is raar. Maar ik heb daar mijn plaats gemaakt. Hebben jullie te strak in de vlog gezien. En nu kan ik mijn camera ook neerzetten. Dus dat is ook een pluspunt eraan. Maar wat de... Ik heb nog wel smaak en nog wel... Wacht. Wacht, hier staat koffie. Wel nog smaak. Maar geen geur. Shit, man. Hoe is dit happening, man? Oh. I'm blowing up my mind. Als ik nu corona zou hebben, dan klopt er echt niet hier binnen. Dan zit het gewoon ergens. Als ik nu letterlijk corona heb, hè, dan moeten de onderzoekdingen, gedoe, gewoon opnieuw gaan beginnen. Hè. Want dat betekent dat het gewoon ook rondwaalt in de lucht. Overal. Hè. Want ik ben nergens, ik ben zonder mondmasker in niemands buurt geweest vandaag. Ja, mama en papa, maar die hebben er geen last van. En die hebben ook heel de dag zijn mondmasker op. Als ze weg zijn, dus... Wat de... Allee, ik ga ervan uit dat ik geen corona heb. Allee, dat hoop ik toch. Wat de fuck. Maar ik moet wel altijd snutten. Ik heb hier een vuilbakje staan. Hè. Ik heb er een strakke Lego-blokje in gevoerd. Ga ik eruit halen. Maar wel, weet je dat vuilbakje... Nu is het ook vol, maar hier liggen nog 3 doekjes. Hè. Met 2 doekjes. Ik ga net aan mijn derde beginnen. Op. Ja, 4 uurtjes ongeveer. Ik was net TikTok aan het kijken. En toen dacht ik, ik vlog even. Oh, man. Jezus, is echt niet heilig. Oh, het heeft geen nut dat ik gewoon snut, want... Dat kan ook gewoon zijn door de kou hier, dat ik nu last heb van mijn neus.
15 graden. Ik weet niet, ondertussen nu nog 15 graden. Even met de camera eraf halen, want anders zien jullie me niet. 1, 2, 3, 4. 14 graden. Nog maar 14 graden. Nu, er is een graadje afgegaan. Oh. Jesus, man. Oh, this is not good. I don't have a shawl and a bitch, hè? Is bij me. Je hoort dat ook gewoon. Met mijn neus. Dat ik gewoon niet gewoon kan praten, hè? Jezus, hoe kan dat, man? Wat, hoe de F kan dit, bro? Het is toch altijd niet vrij, ik kan er zo slecht tegen. Moet, ik snut, ik blijf snutten tot dat vrij is, baba. Ik kan daar zo niet tegen. Ik wou gewoon TikTok kijken en gaan slapen, want het is al 2 uur ondertussen. Nog wat drinken. Er zal toch niks slecht in zitten of zo. Ja, ik kan niet meer liggen. Het is gewoon water. What the fuck, man? Nog één en dan moet het eruit zijn. Allee, dan moet het er nog wat uitgesnut zijn. Joh, dat velpakje zit nu al vol. Jezus, jongen. Ah. Leuk, hè, de mensen snutten. Ja, ik vind dat ook. Ah, ja, het is altijd niet vrij, maar het lukt niet, man. Het lukt niet. Ik hou jullie op de hoogte. Ik liet het nog morgen of overmorgen wel tijdens de edit zien, want ik eindig mijn vlogs altijd pas als ik de edit klaar heb. Want als ik dat weet moet zeggen dat ik niet meer heb kunnen doen of zo, want dat heb ik heel vaak voor of zo, dat ik s'avonds op 11 uur of 12 uur stop met filmen. En dat ik dan nog iets doe of zo. Of ja, dat ik nog iets doe en dat ik dat nog wil zeggen. Heb ik altijd, dan eindig ik mijn vlog. Vroeger eindig ik mijn vlog. En er gebeurde nog van alles. Maar dat ik vandaag, allee, hoe kan dat nu? Ik heb juist mijn vlog geëindigd. Ik heb geen onderdeel. Nu moet ik mijn vlog outro weer uitsmijten. En daar een tijd ben ik gaan zeggen van, ik zal wel, als ik edit heb, dan pas. Want dan gaat het niet meer over die dag. Dan kan ik het in de volgende vlog zetten. Allee, dat kan ik nu ook, maar als er zo iets gebeurt, als ineens gebeurt er iets, mijn camera bij mij kan pakken, en ik luister eens. Zo is die overstroming toen. Ik weet eigenlijk niet, heb ik nu... Ja, ik heb die dag zelf toch gefilmd. Wow, dat was echt een mooie bij elkaar gekrompen video dat ik gedaan heb. Dat was echt zo, s'morgens zo... zo laat opstaan, dit en dat. Oh joh, dat is echt niet normaal. Dat was pas een grave vlog. Natuurlijk wil ik niet dat dat weer gebeurt, want er zijn heel veel mensen aan dood gegaan. Die overstroming. Als je naar mijn vlog zag, oh, de overstroming. Maar als je opnieuw zag, was dat van zoveel doden. Oeh, toch niet meer zo leuk als ik op geel zo'n vlog zie. Nee, het was niet leuk. En ik heb er niet zoveel last van gehad, gelukkig. Amai. Ik ben blij die dag dat ik, wow, iedereen, zolang dat mijn vlog nog niet online staat, zolang dat er nog niets van online stond, was dat van, hé, hey, jij zat toch aan het redden, hè? Ja? Ach, je leeft nog. Gelukkig. Echt letterlijk. Mijn opa toen die dag gebeld. Mijn mama had ik al niet laten weten. En, na een tijd had ik ook al niet op Instagram laten weten, maar niet iedereen heeft Instagram, dus iedereen van, dus ja, iedereen dat wist dat ik al daar derde zat, ja. En nu zijn er nog mensen dat appreciëren dat ik dat gefilmd heb, want toen was het van, oh joh, we zijn blij dat je dat gefilmd hebt, want
Ik kon dan zien hoe dat mijn caravan erbij stond ongeveer. Hè. Niet elke straat heb ik gevuld. Ik heb alleen maar onze straat. Dat zijn mijn straatjes. En daar staat caravan, daar staat caravan. En wij hadden er twee samen. Mijn maat en zijn ouders even daar rijden. En snap je. Ik zie jullie zo bij terug. Of morgen. Want ik ga niet lang meer te praten. Ik heb nog water gelukkig. Ik hoop dat dat nog goed is. Ik weet alleen niet waar ik dat topje van deze heb gesmeten. Het jou ook bij. Nou ja, het kan beter zijn dat ik niet meer uit dat flesje drink, want ik ben ziek geweest of dat is goed uitspoed. Ik zie jullie zometeen op morgen terug. Oei. Ik heb er nog altijd een klein beetje last van. Maar ja, dan moeten jullie de vlog van morgen zien. Dan zien jullie ja, wat er allemaal komt. Ik zie jullie morgen terug. Vind dat meneer of je een blauw duimpje mocht doen. Druk ook op de beltje naast dat bijknop. Zijn jullie altijd op de hoogte van elke video dat ik upload. Zie ik jullie morgen terug. En zeg ik zoals altijd. GG. Out.